mijn naam is Lisa Chachel en ook deze dag staan wij weer op Kwaku. Wij nemen jullie deze dag met ons mee, zoals je ziet, gezelligheid, mensen, muziek, dus ik heb er zin in. Naast mij staan Soek en Kelly, die ook niet te vinden is op Kwaku Festival. Hoe vinden jullie het tot nu toe? Ja, onwijs gezellig. Goede sfeer wat hier hangt, dus goed vinden zo'n dag weg. En is het jullie eerste keer of zijn jullie al een paar keer hier geweest? Nee, ik ben hier wel een paar keer geweest, ja. En wat trekt Kwaku het meest jou aan? De sfeer en het eten. Wat is je favoriete gerecht zo? Nou, ik denk barakim. Ja. En jij? Ja, ik denk ook weer baren met lam. Super lekker hier. Gaan jullie nog laat maken vandaag? Oh, weet ik niet. Ieder geval heel veel plezier. Naast mij staat Jeffrey, die ook hier op Kwaku is. Hoe vind je het tot nu toe? Ja, geweldig. Leuke sfeer, goed eten, leuke mensen. Wat brengt Kwaku je, wat brengt jou het meest van Kwaku hier naartoe? Ja, van kind af aan kwam ik samen met mijn vader hier en mijn familie te zien, kennissen. Maar gewoon bij elkaar te komen en gezellig een beetje weer te kletsen. Oké. En wat woon je in Belmen? Kom je uit een andere stad? Ik kom uit Haarlem. Dus je bent wel ver van huis? Ja, speciaal voor Kwaku. Kom je nou vaker? Elk jaar wel. Ja? Ja, ja. Nou, heel veel plezier. Wil je misschien nog wat tegen de mensen thuis zeggen? De mensen die nog niet zijn geweest, kom naar Kwaku. Het is altijd gezellig. Naast mij staan twee hele leuke dames, maar ze gaan wel zelf hun naam zeggen. Want hoe heet jullie? Ketura. Allebei, hè? Ja. Hoe komen jullie aan zo'n naam? Zijn jullie trouwens familie van elkaar, vriendinnen? Hoe zit dat? Nee. En dan zo toevallig dezelfde naam? Ja. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Een half jaar. Ja. En jullie zijn nu op Kwaku. Wat vinden jullie het mooiste aan Kwaku? Gewoon hoe iedereen met elkaar omgaat. En dat het puur, het laat me weer gewoon denken aan Suriname en zo. Ja. Ben jij daar geboren? Jazeker. Zou je wel terug willen gaan of vind je Nederland wel goed? Misschien later gewoon terug voor een paar jaar en dan weer gewoon in Nederland. En een beetje afwisselend, ja. Jij? Nee, ik ben niet in Suriname. Kom jij vandaan? Curaçao. En hoe is het daar zo? Leuk, ja. Je gaat daar op vakantie, denk ik dan? Nee, niet zo vaak. Ik ben alleen half Surinaams. Nou dames, heel veel plezier vandaag, hè, op Kwaku. Dankjewel. Wil je misschien thuis nog de mensen wat toezeggen? Sta op en kom naar Kwaku. Ja. En het is gewoon leuk. Het is multicultureel. Het is zo leuk. Ja. Zou je misschien nog wat willen zeggen tegen de mensen thuis? Nou, degene die nog nooit naar Kwaku zijn geweest, zou ik zeggen van
kom eens een keertje naar Kwaku en probeer het. Want het is de moeite waard. Het is zo gezellig hier, zo leuk. Ja, en daar ben ik helemaal met je mee eens. Heel veel plezier vandaag. Dankjewel, zal wel lukken. Naast mij staan twee heren die ook te vinden zijn hier op Kwaku. Hoe gaat het en wat is je naam? Mijn naam is Kai en het gaat heerlijk hier op Kwaku. Je hebt lekker eten, je hebt lekker drinken. En gezellige mensen om je heen. Je vriend mag weer terugkomen. Kom maar weer even terug, man. Jij mag jezelf ook even voorstellen. Jij bent ook hier op Kwaku. Kom maar even dichterbij. Wat is je naam? Dave. En hoe vind je het hier op Kwaku? Ja, gezellig. Ja. Vandaag is het roze zondag. Wat vinden jullie? Wist ik niet. Is dat dan zo erg? Nee, toch? Niet zo erg. Ik niet. Het helpt alleen maar met mensen bij elkaar brengen, vind ik, toch? Vind ik. Ja, zeker. Hey, wat brengt Kwaku zo leuk? Nee, sorry. Deze moeten we even opnieuw vragen. Wat maakt Kwaku zo leuk? Gezelligheid, multicultureel, eten, drinken, gezellig. Alles brengt elkaar bij elkaar, toch? Vind ik. En jij? Ja, dat is. Ja, dat sluit me aan. Komen jullie vaker elk jaar eigenlijk naar Kwaku? Dan moet ik zeggen dat ik na 4 jaar weer een keer op Kwaku ben. Is er wat veranderd? Ja, dat is het. Gewoon ondertussen een tafel hier zo. Dat gebeurt normaal. Gewoon. Gewoon. En wat vindt u hiervan? Wat ik hiervan vind? Ja, het is gezellig. Ja, ja, maar nou van dat niet. Ja, mooi, hè. Zo'n achtertuin zetten. Dat mag niet zo. U doet het niet expres. Geen expres, maar Kwaku is Kwaku. We hebben een tijd en veel. Kwaku is Kwaku. Kwaku is Kwaku, dank u wel. Heer, in ieder geval heel veel plezier. Ja. Vindt u van Kwaku nu toe? Heel leuk, lekker druk, gezellig. Ja, ja, heel leuk. Komt u speciaal voor iets of iemand? Ik heb thee speciaal, ik heb speciaal vrijgehaald. Dus dan kom ik lekker met mijn kleindochter. Mijn kleindochter, die wil vast ook wel hallo zeggen. Hallo. Nou, geniet ervan. Dankjewel, dag. Ook hier op het heuvel bij Kwaku heb je zeg maar een gezellige groep mensen die genieten van het mooie weer als ik het zo naar jullie kijk. Zo. Ik ga even met jou praten, want anders moet ik iedereen afgaan. Hoe vinden jullie het tot nu toe hier? Nou, ik ben er net 30 minuutjes en ik moet zeggen, ik heb behoorlijk naar mijn zin. Ja, dat is niet verkeerd. Komen jullie vaker als gezin? Want wat zijn jullie allemaal, familieleden? Nee, dat is mijn broer. Dat is eigenlijk een zus. Sort of. En dat is, ja, ja. Wat gezellig! Dat is ja. En hebben jullie al wat gegeten? Iets lekkers? Ik nog niet, zijn wel. Ik nog niet. Ja. En wat, dan koop ik even achter je hand. Want wat heb je net gegeten? Sauto, nasi, mami, bara. En hoe lang was jij al hier binnen? Anderhalf uur. Ah, heb je goed gedaan binnen een anderhalf uur? Ja toch. Hoe vind jij het hier zo bij Kwaku? Heel gezellig. Lekker muziekjes op de achtergrond. Is het je eerste keer of ben je al vaker geweest? De eerste keer wel. Ja, slecht eigenlijk. Eigenlijk wel. Nou, dan weet je het gelijk voor volgend jaar, toch? Precies. In ieder geval heel veel plezier. Dankjewel. Dat is het alweer, Kwaku 2019. Over 2 weken is de laatste deel van Kwaku, de laatste weekend. En ook wij van Kulturen.com zullen daar aanwezig zijn. Voor nu gaan wij nog even gezellig lekker genieten hier zo. En van het eten, gezelligheid en van de muziek. Ik zie jullie graag de volgende keer weer. Hou Kulturen.com in de gaten. Je kan ons volgen op Facebook, op Instagram. We hebben een Kulturen-app. En vergeet niet te abonneren op onze YouTube-kanaal. Namens Kulturen.com wens ik jullie een hele fijne zondag.